Ja, week drie alweer van onze badgasten. Vandaag is het er één. Het is niet zomaar iemand, het is Sabine. En we gaan er eventjes wat beter leren kennen natuurlijk. Sabine, goedemiddag. Goedemiddag. Is het Sabine of zeg je Sabine? Sabine. Sabine, oké. Okay, maar heel vaak in de volksmond Sabine. Sabine. Hey Sabine, kom eens hier. Hey Sabine, wil je wat? Ja, precies. Ja. Voor intimie, zullen we dan maar zeggen. Even wat vakantievragen om je wat beter te leren kennen. Ik wil nooit meer naar... Naar welk land wil jij nooit meer heen? Dat je zegt, oh, één keer geweest, nooit meer. Nou, ik heb eigenlijk geen spijt van een vakantie. Nou, maar... Meestal kies ik heel bewust voor een reis. En ja, plan ik het van tevoren goed. Ja. Zoals bijvoorbeeld de reis naar Schotland. Was super mooi laatst. Vorig jaar Mallorca. Ja. Er is nooit een land geweest. Want ik ben wel eens naar Egypte geweest. Ik denk, nou ja, ik heb het een keer gezien. Ik zou er niet... Dan gaan we nog een keer naartoe gaan. Ja, daar zou ik denk ook niet naartoe gaan. Maar daar ben ik ook nog nooit geweest. Maar daar heb ik dan minder mee, ja. Dus als je mij nu vraagt, zou je naar Egypte willen? Nee. Nee, nou dan wil je nooit weer naar Egypte. Ook al ben je nooit geweest, je weet het gewoon niet. Ja. Als je op vakantie gaat, dan neem jij altijd mee... Een make-up koffer. Een hele koffer zelfs. Dat is echt een koffer. Een beauty case. Ja. 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 Heb jij een vakantieliefdeervaring? Ja, wie die niet? Heb ik. Ja, wie ja? Niet. Nou nee, vorige week, dat zal je verbazen. Heel veel mensen die hebben helemaal nog nooit... Of die kennen hun huidige partner al vanaf de schooltijd bijvoorbeeld. Die hebben nooit een vakantieliefde gehad. Of dan hadden het te druk om op vakantie nog... Ja, het is wel heel wat jaartjes terug. Maar in Griekenland had ik een vakantieliefde. Hoe heette die? Poeh, ik weet de naam niet meer. Hij was het, volgens mij Stefanos. Stefanos, op de Acropolis. Ja, nou, dat was in Corfu. Oh ja, Corfu, ja. En ik was 18 jaar, dus dat was mijn eerste vakantie met een vriendin. Ja. Nou ja, dat is wel heel spannend dan. Mm-hmm. Ja, dan ga je voor het eerst op vakantie en je gaat uit. En mooie discotheken, clubs. Ja, die zullen dat daar sfeertje, nog steeds hè? Zijn. Maar ja, het is gewoon mooi natuurlijk. Wat weet je nog van hem? Zou je hem nog herkennen? Hij was gespierd. Oh, alleen gespierd, en ja. En lang. Ja? En hij tekende mijn naam met zijn vingers. Op het zand? Op het zand. Oh, wat romantisch. S'avonds bij maanlicht. Geeft hij wel de goede naam? En een paar rozen werden erbij gelegd. Dat hij niet de naam van 2 weken geleden nog in zijn hoofd had. Nee. Nou, we hebben een verrassing voor jou. Want we hebben al eerder contact gehad met jouw vriend. Ja, en hij is hier. Nou, als jouw Stefanos nog op kan zoeken, dan zou het heel leuk vinden. Dus, wij hebben... Nee. Zou je vriend ook leuk vinden, die zit daar. Nee. Je krijgt er wel een kleur van. Maakt helemaal niet uit. Dat is al zo lang geleden. Je krijgt er wel een kleur van gelijk. Of is het meer dat je even teruggaat naar die hele ambiance destijds? Jawel. Ja. Is toch leuk, je eerste vakantie. Ja, zeker. Met een vriendin. En, ik vind het nog vrij laat trouwens. Je zei, ik was 18 toen. Ja, ja. Zijn niet allemaal zoals jij. Nou, ik zal je zeggen, ik was heel druk. Want ik moest examen doen dat jaar daarvoor. En die jaren daarvoor was ik eigenlijk gewoon druk met studeren. En Had jij maar geen tijd voor vakanties? Laat staan een vakantieliefde. Nou, ik ging nog met mijn ouders mee tot op latere leeftijd ook wel. Had je toen nooit op de camping of weet ik het waar... dat je dan wel eens een vriendje had of zo? Nee? Nee. Ik was geloof ik 12 of 13. Jij, Arnoud, heb jij... Ja. Weet je nog hoe ze heette? Ik neem aan dat het zo was. Maite. Maite? Maite Catalan. Ze kwam uit Madrid. Oh, een Spaanse. Een Spaanse, ja. Maar heb je haar in Spanje ook ontmoet of in Nederland? In Spanje. Oh, in Spanje. Op Mallorca. Oh. Ja, El Arenal was dat inderdaad ook. Ik was ook een jaar of 16. Dat zijn de plaatsen, hè. Dat je... Ja. Ja, ik ben zelf eigenlijk nooit in Lorette geweest of Mallorca toen ik jong was. Ik ging, ik wilde gewoon heel graag naar Griekenland toen al. Ja. Ja, ik had wel van cultuur en historie. En, eten misschien ook wel. Het was niet alleen maar uitgaan hoor, in die vakantie. Nee, dat is het tegenwoordig bijna wel voor de jongeren. Ja. Nou, mijn dochter die ging een paar dagen eerder op van onze vakantie weg. En toen kwamen we dus ook op Girona aan. Toen ging er ook een vlucht weg van volgens mij alleen maar jongeren. Oh. Waarvan de helft niet meer het idee hadden dat ze wisten waar ze waren. Oh, van, nou, vlucht. Is dat de manier van uitgaan dan voor de jongeren? Ik denk dat ze een jaar of 18, 19 zijn geweest. Eentje riep ze nog, nou ik hoop niet dat ze een blaastest doen, want dan mag ik niet mee. Oh ja. Zo, dat ook. Maar daar was jij dus niet zo van. Maar Griekenland wel, maar heftig uitgaan. Ja, Griekenland, dat hield lang aan. Want daarna kreeg ik mijn eerste, de eerste vriend kwam op mijn pad toen ik 19 was. En we gingen altijd naar Griekenland. Hmm. Volgens mij 6 keer. Ja, ja. 6 keer op vakantie. En je hebt nog steeds... Nee, dat is uitgegaan. Oké, dus sindsdien ga je ook nog naar Griekenland, of wel? Jawel. Het zelfs niet meer naar een Grieks restaurant. Nee, 2 jaar geleden wel weer naar Corfu geweest, maar naar een andere plek. Oh ja. Want ik weet nog dat ik toen op excursie was met mijn vriendin. En toen kwamen we bij die plek. Toen zei ik, oh, hier ga ik ooit naartoe een keer. Ja. En daar ben ik toen naartoe gegaan. Ja. Ja. Kom je ook de vriendelijkste mensen tegen in Griekenland dan, voor jouw gevoel? Ja. Of zijn er ook andere plekken op de wereld of waar je bent geweest? Ja, in Limburg ook wel, vind ik. Ja. Het zuiden wel wat meer, hè. Dus ja. Toch wat meer, moet ik zeggen, saamhorigheid. En
Mensen die bekommeren zich om elkaar. En dat zie je, vind ik, in het oosten iets minder. Nabuurschap is toch juist heel erg... Dat zie je toch in het oosten? Mensen zijn in het oosten misschien wat harder. Maar... Wat nuchterder. Ja. Echt nuchter, ja. Dat vind je minder leuk? Nou, dat ben ik gewend. Maar... Ja, je bent gewend. Ja. Ja, nou, niet minder leuk, maar... Het is anders. Anders. In zo'n klein landje toch heel veel verschillen, hè, wat je dan ziet. Ja. Daar zijn we door corona ook een beetje achtergekomen, natuurlijk. Ja. Dat we op vakantie gingen in eigen land. En dan kom je vaak ook op plekjes dat je denkt... nou, ben je helemaal nog nooit geweest. Ja, er zijn hele mooie plekjes tussen. Hele mooie plekjes opleveren. Absoluut. Nou, je favoriete vakantieland is dan ook, neem ik aan, Griekenland. Hè? Dat heb je al een beetje gezegd. Ja, Spanje ook wel, hoor. Ik ben vorig jaar op Mallorca geweest, vond ik ook wel heel erg mooi. Ja, het is heel anders, maar ook heel mooi. Als je hier op het strand komt van Mallorca, is het heel mooi. Ga even de binnenlanden in en je waant je totaal ergens anders, hè? En Ibiza ben ik 2 keer geweest, vond ik ook wel heel mooi. Ja. Dat is ook wel druk, hè, Ibiza. Ja. Het ligt eraan welke periode van het jaar je gaat. Ja, je moet denk ik in het voorseizoen gaan of in september, oktober. Maar niet in het hoofdseizoen. Nee, dat zou ik niet doen. Dat is echt mega druk. Nee. In welk land ben je nog nooit geweest, maar waar zou je wel heel graag nog een keertje naartoe willen? Dus wat ergens op je bucketlist staat. Ierland. Ja. Ierland? Ja. Nou, dat is niet zo moeilijk. En waarom? Ja, ik heb vroeger, heel lang geleden, ook in een Ierse Keltische band gezeten... En dat was geweldig om te doen. Wij traden op in kastelen en in het voorprogramma van Rapalje bijvoorbeeld. Oh ja. Ik weet niet of je dat iets zegt. Ja, dat ja, Rapalje. Schouwburg, een heel andere wereld eigenlijk. Maar en ik ben daar op een gegeven moment mee gestopt omdat er gewoon geen markt voor was. Nee. Ik trad op een gegeven moment nog maar 3 keer per jaar op. En ja, ik ben wel iemand, ik wil graag regelmatig optreden. Nou, toen op een gegeven moment ging de band uit elkaar en toen was het voor mij gewoon klaar. Mm-hmm. Maar ik heb daar wel heel veel plezier aan beleefd en ik heb iets... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel magisch. Ook Schotland en Ierland. En het lijkt natuurlijk een beetje op elkaar. Ja. Schotland ben ik dan geweest. Daar wil ik ook graag nog een keer naartoe. Alleen het weer. Ja, maar... Dat heeft ook wel zijn charme. Het is zo voor het mooi weer. Voor de zon hoef je er niet heen te gaan. Nee. Ja, ik weet niet. Het sfeertje is gewoon. Ik vind het ook bij die series en films en zo die zich daar afspelen... vind ik ook altijd wel iets moois hebben. Nou, ik sprak een kennis die had laatst een rondreis in Ierland gemaakt. Die zegt, het is echt gewoon spiritueel. Ja. Het is echt alsof je helemaal eeuwen teruggaat. Je voelt gewoon die... Ja, die energie van jaren terug. Ja, een beetje dat Keltische ook wat ze hebben natuurlijk. Ja. Trek je dat aan? Maar want misschien zou het best ook op dit moment... waarin Nederland met name ook open staat voor heel veel invloeden qua muziek... Ja. Zou er misschien best wel een plekje zijn. Een gat in de markt misschien wel. Ja, nou ja. Om het te combineren. Ancora, die heeft natuurlijk ook een beetje die invloeden... Ja, ik weet het niet. Ik ben voornamelijk met slagers bezig en nu Nederlandstalig. Maar er zijn er ook al meerdere van, hè, die met die slagers bezig zijn. En misschien juist door je weer wat te profileren... zou je een vleugje Keltisch erbij in moeten doen. Ja, dat kan. Zo'n Floor Jansen bijvoorbeeld, die dan met zo'n beste zangers meekomt. Ja, dat was een groot succes. Combineert ook dat hardrock een beetje met het Keltische en het opera gedeelte. Ja, je moet ook maar net een mazzel hebben natuurlijk, hè? Ja, dan moet ook iemand op mijn pad komen die denkt van... ik kan daar wat mee, denk ik. En dan dat samenbrengen bij elkaar. Ja, wie weet ooit. Ja, je bent nu in Flevoland. De volgende vraag is misschien heel erg voor de hand liggend. Wat is de mooiste provincie van Nederland volgens jou? Volgens Sabine? Ja, nou kan je niet anders meer. Het is Flevoland, hè? Ja, hè? Nou, ik vind wel ik reed net door het landschap. Een mooie provincie. Ja, dankjewel. Dat heeft maar wel ik wat. Vind dat Nederland heel veel mooie verschillende provincies heeft. Zeeland is ook echt heel, vind ik ook helemaal, heel fijn om op vakantie te gaan. Zeker. De Waddeneilanden. Ja. Onze eigen provincie heeft hele mooie plekjes. Zeker. Gelderland heeft hele mooie kastelen. Ja. Ja. Eigenlijk heeft iedere provincie van Nederland zijn eigen identiteit, zijn eigen stempel, zijn eigen dingetjes waar je heen kan gaan en waar je heen voor zou moeten gaan. Een ander land waar zoveel verschillen bij elkaar komen. Ja, nou, dat is al waar. Hè. Je hebt berg, hier is het allemaal heel plat. Je hebt vanaf veel water. En een heel klein gebiedje eigenlijk. Ja, relatief gezien wel. Wat mis je het meest op vakantie? Je make-up koffer als je die vergeet. Nou, soms vind ik het gewoon te warm. Ik ga vaak naar een warm land in de zomer. Ja. Maar in Nederland is dat niet lekker. Even wat koeler zijn. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus dan mis ik weer het klimaat van Nederland. Van Nederland. Ja. Goed. Wat zou jij moeten doen als, ik bedoel, als je op vakantie gaat? Mij is 2 keer overkomen dat de koffer niet aankomt. Maar dan dat zou ook een grote angst van mij kunnen zijn. Ja. Dat is gelukkig nooit gebeurd. Hoe ga je redden dan? Er zijn toch winkels op die bestemming? Ja, dat wel. Maar je komt s'avonds laat aan. Wel, maar het is gewoon zonde van je vakantiedagen. Ja. Als je gelijk al moet gaan shoppen. En stel je hebt een hotel geboekt ergens in the middle of nowhere. Ja. Dan moet je eerst met je auto op zoek gaan naar winkels. Ja. Ja. Ja.
Niet handig. Nee, ja, dat is niet handig. Is, dan is het zo en dan zal het wel loslopen. Sabine, we kennen nou een beetje jou. Ja, we hebben zometeen nog wat of-of vraagjes. Hoe ben jij begonnen met jouw artiestenleven? We hoorden net al eventjes dat je in een Keltische band zat. Nou, dat was niet echt succesvol in de zin van 3 optredens per jaar is een beetje weinig. Mm-hmm. Hoe is het allemaal ontstaan? Mag ik daarbij heel erg terug gaan naar vroeger gaan? Ja, doe maar. Nou ja, mijn moeder die zingt ook. Je werd geboren en toen? Ja, mijn moeder zingt. ja. En mijn moeder die pakte die gitaar vaak. En ik vond dat wel interessant. Dus toen ik 6 jaar was of zo, toen zong ik met haar mee. En toen ik 8 jaar was, stond ik voor het eerst op het podium in Deventer, waar ik dan vandaan kom. Ja. In de Schouwburg? Nee, oh. Nee, dat was, ik weet niet, dat was ergens in de zaal. Mm-hmm. En ik vond dat zo leuk. Ik ben ermee doorgegaan. Dus op een gegeven moment toen zei ik tegen mijn moeder van ik wil beroemd worden. Het stond toen op een gegeven moment in de krant. Een meisje wil beroemd worden, komt uit Diepeveen. Stond echt in de krant zo? Ja. Wat grappig. Nou, toen kwamen er ook heel veel dingen op mijn pad. Mijn ouders die gaven me op voor Tros Mini Stars. Oh ja, dat ken ik nog wel. Dus ben ik daar gekozen. Oh ja? Een van de 30 kinderen die mee mochten doen. Mm-hmm. Ja, een paar leuke solo's en zelfs met de vader van Mart Hoogkamer gezongen. Oh, wat leuk. Daar kwam ik sinds kort achter. Ja. Ik wist niet dat het de vader was, maar die zong dus ook vroeger al. Ja. En een mini-playbackje van Henny Huisman heb je ook gedaan nog. Ja, dat is playback, hè, natuurlijk. Ja. Ja, dat is jammer natuurlijk, als je graag wil zingen. Toen ging ik studeren. Wie heb je gedaan eigenlijk in de mini-playbackshow? Alanis Morissette. Oh, echt waar? Oh. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Wel grappig. Vond ik toen wel heel mooi. Ja, ja, ja. Ja. En toen ben je gaan studeren, zeg je? Toen ben ik gaan studeren, ja. En ik ging gymnasium doen. Nou ja, goed. En ik ben iemand die, als ik ergens voor ga, ga ik er ook goed voor. Ja. Dus heb ik eigenlijk de hele muziek heb ik gewoon helemaal vaarwel gezegd. Want dat vond je niet meer kunnen combineren? Nou, ik had mijn handen vol aan mijn studie. Ja, het eerste jaar nog niet, maar het tweede, derde jaar wel. Ja. Dus toen dacht ik op een gegeven moment van laat maar even. Weet je wel, dat zingen, dat zei mijn vader ook, dat loopt niet weg. Dat kun je altijd nog doen. Toen ben ik daarvoor gegaan en misschien jammer achteraf. Nou ja, toen zat ik in het laatste jaar voor mijn examen. En toen werd ik dan gevraagd om in de schoolmusical mee te doen. Ja, zo begint het meestal. Ik bloed toch weer te kruipen. Toen kwam ik bij de schoolband. En toen begon het allemaal weer. Ja, en toen kwam ik volgens mij op mijn 20ste bij mijn eerste professionele coverband. Mm-hmm. Reflex. Nou, een paar jaar bij gezongen. En toen kwam er weer een andere band op mijn pad. Uiteindelijk Alpha Showband. Ik weet niet of jullie dat iets zegt. Ja, dat zeggen we ook wel. Nou, daar heb ik jaren echt heel, heel veel met plezier bij gezongen. En nu ben je solo. Ja. Best wel veel ervaring kunnen opdoen. Maar nu ben ik solo gegaan sinds 2019. Ja, een goede periode gekozen ook. Net voor de coronacrisis. Ja, want in 2019 begon ik. En toen had ik zeg maar mijn agenda redelijk vol in 2020. Vanaf april. En toen kwam corona inderdaad. Ja. Dan baal je, hè? Ja. Ja. En er lag een nummer klaar. Eerste single lag al klaar. Is dat deze? Nee, dat is Door de Wolken kwam de zon. Oké. Okay. Ja. Ja. Want je hebt nu een single. Dat is Mijn Zomerliefde. Ja, klopt. Zou je die van ons willen zingen? Zeker. Ja? Ja? Ja. Ja. Zou dat nu doen? Ja, okay. Toch? Nou, leuk. Ja. Ja. Lijkt me wel. Zometeen, want dat is ook wel leuk, daar gaan we het natuurlijk ook nog even met Sabine over hebben. Zij is ook een Helene Fischer, dat is natuurlijk een grootheid in Duitsland, maar ook in Nederland, Arnoud. Ze heeft ook Gelderdoom uitverkocht in Nederland. En wat Sabine is eigenlijk een... hoe zeg je dat? Hoe zijn we dat woord nou ook weer announced? Impersonator. Oh, ja. Impersonator, zeggen we dat zo? Ja, dat kan. Ja, impersonator van Helene Fischer. Jij gaat straks ook ademloos door die nachten zingen. Dat doe je tussen 1:30 en 2:00. Maar eerst dus Sabine, als iedereen er klaar voor is. Mijn Zomerliefde, de nieuwe single van Sabine. Ja. Ik was laatst op vakantie met vriendinnen. Lekker in de zon op een terras. Na wat swipen stapte jij mijn leven binnen. Helemaal van slag was mijn kompas. Ze zeggen, toeval bestaat niet. Maar dit heeft zo moeten zijn. Hey, mijn zomerliefde. De zomer die al heel wat jaren duurt. Hey, mijn zomerliefde. Heeft haar mooi dan zijn pijlen afgevuurd. Wat stom dat ik dit echt niet aan zou komen. Ik kan zo echt geen uur meer zonder jou. Hey, mijn zomerliefde. Met jou kan ik de hele wereld aan.
vakantie gaan we samen toch al jaren. Naar die plek waar het toernooi begon. De zee, de mandolines en gitaren. Ontbijten lekker samen in de zon. Ze zeggen, toeval bestaat niet. Maar dit heeft zo moeten zijn. Hey, mijn zomerliefde. De zomer die al heel wat jaren duurt. Hey, mijn zomerliefde. Heeft Amori in onze pijlen afgevuurd. Wat stom dat ik dit echt niet aan zou komen. Ik kan zo echt geen uur meer zonder. Met jou kan ik de hele wereld aan. Ze zeggen, toeval bestaat niet. Maar dit heeft zo moeten zijn. Hey, mijn zomerliefde. De zomer die al heel wat jaren duurt. Hey, mijn zomerliefde. Heeft amor in onze pijlen. Ik kan toch echt geen uur meer zonder jou. Hey, mijn zomerliefde. Met jou kan ik de hele wereld aan. Hey, mijn zomerliefde. Met jou kan ik de hele wereld aan. Wauw, wat leuk. Ik vind het echt een heel leuk liedje. Ontzettend leuk, gezellig ding zeg. Ja, maar dan zit dat... Dat, hey, ja, dat, hoe noem je dat ook weer? Ja, dan zit er zo iets in dat lied. Een vraag en antwoord. Ja, ja, precies. Goed, dat is altijd wat mensen goed. Altijd terug kunnen zeggen. Ja, superleuk. Leuk, wat een gezellig ding. Door wie is geschreven? Door Hans Albers en Arjan Veneman. Ah, wat leuk ook. Ja. Ja, Hans Albers staat eigenlijk ja, dat is ook, al... Is ook al heel lang bezig. Oh, die is al sinds vroeger met de successen met Hazes ook al bezig. Ja, nou ik... Niet de minste. Nee. Ik heb wel van hun naam heb ik wel gehoord. Ja. Maar ja, ik ben met mijn toenmalige manager naar Nederhorst-en-Berg gegaan. Ja. Om kennis te maken en te kijken van, nou ja, wat zouden zij voor mij gaan schrijven? Hè? Want ik ben dan wel benieuwd van, nou ja, welke kant gaan we op? Ja. Gaan we dan echt heel ver van de slager gebeuren af? Of juist niet? Nou ja, Hans zegt, ja, dat gaan we dus wel doen. We gaan jouw eigen geluid proberen neer te zetten. Ik denk dat dit de goede kant is. En kijken van, ja, wat past bij jou? Ja. Ja, ik vind het heel leuk en ik kijk ook heel erg uit naar wat je zo meteen gaat doen. Fischer, Atemloos door de nacht, is natuurlijk een fantastisch nummer. Absoluut ook. Goed, tot zometeen. Ja, en onze badgast hebben zo meteen natuurlijk nog een optreden van te goed. Maar we gaan eerst nog eventjes een paar korte vakantievraagjes stellen. Dat is altijd leuk. 20 of 35 graden, Sabine? Dan toch 20. Toch 20, hè? Ja. Dacht ik wel, ja. 35 is net iets te veel? Ja, ik vind tussen de 25 en de 30 vind ik heerlijk. Ja. Nou, 35 graden vind ik op zich ook wel fijn. Als je niks hoeft te doen. Niks hoeft te doen, dan moet je in het water kunt liggen of zo. Ja. Ja. Vakantie in eigen land of het buitenland? Beide. Nee, je moet kiezen. Ik moet kiezen. Ja, ja. En dan buitenland. Ja, toch wel. Oh. Ja. Oké. Okay. Wijn of een biertje? Wijntje, biertje. Wijn. Dat goed wel. Nou, rosé. Geen bier. Witte wijn, rode wijn. Nu rosé inderdaad. Ja, rode wijn in de winter. Er wordt wat afgeëxperimenteerd met die rosé tegenwoordig ook. Nou, daar zeg je me wat. Echt? Ik had vorig weekend, ik drink eigenlijk nooit rosé, omdat ik niet zo lekker vond. Ik had zo'n lekkere fles rosé, daar heb ik er gelijk 12 van gekocht. Ja. En was alle 12 achter elkaar opgetrokken. Zijn ook al op inmiddels. Nou, wat je zegt, het is een heel groot verschil tussen rosé. Soms zie je die hele donkerrode. Nikje. Die is ook niet lekker, vind ik. Nee, meer siroopachtig. Maar meer die lichte, die heldere, is heel licht. Dat is echt heerlijk. Ja. Ik heb ook het idee dat het een heel populair drankje is deze zomer. Want je ziet rosé mix, rosé in van die blikjes ook al. Rosé sprits heb je ook al. Dus nou, het is een heel populair drink. Oh, je zit ons echt aan te kijken van geen telefoon idee. Uit. Oh, jouw telefoon. Dat echt betekent waar? Meestal gemak. Dames en heren. Nee, maar het geluid gaat uit, hoor. Nee, ik hoor het niet. Ja. Oh, ik hoor hem wel. Ja. Nee, Sabine, dit was de eerste en de laatste keer dat je hier was. Het spijt me. Nee hoor, nee. Het is wel het kenmerk van een beginnend artiest, hè? Dat laten de telefoon aanstaan. Want je weet nooit wie de beginnend artiest is. Het hartstikke lang op. Buiten zitten. Nee, strandbedje met boek of een dorpje bezoeken?
Dus lekker luieren met een heerlijk boekje. Ja, strandbedje dan. Ja, toch wel, ja. En ben jij dan ook op het strandbedje van oordopjes in? Ik ben me helemaal afgesloten van de buitenwereld. Of ga je lekker een beetje rondkijken zo? Wie er bij naast je ligt, een praatje maken? Ik zeggen, mijn voornemen is altijd, ik neem dan leuke boeken mee. Kom je net ik ga lezen. Nee, en dan lig ik daar en dan ben ik, of ik voel het zand kriebelen. Of ik vind het leuk weer om mensen te kijken, weet je wel. En dan uiteindelijk ga ik weer terug met mijn boeken, ongelezen. Ja, oh, oké. Okay. Of niet zoveel als dat ik had gewild, zeg maar. Ja. Ja. Zomer of lente? Dan lente. Ja, heb ik ook. En zee of zwembad? Nou, je hebt het net eigenlijk zee. Een beetje gezegd. Zee toch wel? Ja. Ook ondanks het zand? Ja. Hm. Ja? Ja. Wat vind je eigenlijk? Liefste zee eigenlijk wel. Oh, maar zee vind ik toch altijd weer een nadeel. Je moet altijd even kijken hoe de wind staat. Ja, en kwallen liggen. Met beestjes, precies. Dat soort dingen ook allemaal. En zwembad vind ik meer safe. Ben je net ingesmeerd, komt er zo'n kind langs je heen rennen. Zit je helemaal onder het zand. Ja. Ja. Of een Duitser naast je, dat weer zo'n gat gegraven is natuurlijk. Ja, dat kan ook. Vooral als hij de zand hoop op jou gooit dan. Ja, precies. Het camping of een hotel? Hotel. Een barbecue in de tuin of lekker uit eten op een terras? Oeh, dat is moeilijk. Dat vind ik allebei heel leuk. Allebei leuk, maar je moet een keuze maken. Het is de barbecue. Barbecue in de tuin. Met en op vakantie, is dat dan met de auto? Lekker, hè? 1400 kilometer, 2 dagen achter elkaar rijden. In de file, zwarte zaterdag. Lekker. Of gewoon met het vliegtuig eroverheen. Ja, dan toch maar luxe met vliegtuigen, Ondanks de wachtrijen. Ja, nu, ik ga dit jaar dus niet. Bewust vanwege mijn single. Maar nu ik inderdaad al die verhalen hoor en lees van Schiphol en andere luchthavens, ben ik niet jaloers. Nee. Je zegt, ondanks omdat mijn single nu uit is, toch maar eventjes niet. In hoeverre hou jij je bezig met de carrièreplanning? Nou, ik ben best wel druk op het moment, ja. Want je bent ook nog lerares op een middelbare school. Ja, ik heb nu vakantie. Nu vakantie dan natuurlijk, dus dat komt goed uit. Ja, ja. Maar je houdt er dus echt heel bewust rekening mee. Ja, ik heb inderdaad bewust ook even gewacht met de release. Dan kan ik gewoon de promotie doen en de tijd en de aandacht geven die nodig is. Ja. Heeft dat veel aandacht nodig als je zo'n single uit hebt? Precies wel, denk ik, ja. Want wat moet je allemaal doen dan? Ik bedoel, je zegt, ik rij eigenlijk een beetje van hot naar her. Maar wat is hot en wat is her? Nou ja, zoals hier zitten nu. Promotie, dat is hot, hè? Hier studio bezoeken. Vind je dat leuk eigenlijk? Of dat leuk vind ik? Ja, vind het superleuk. Ja? Ja. Nou ja, hier krijg je natuurlijk wel alles. Ja, maar hier krijg je echt wel de tijd ook. Ja. Hè, er zijn ook stations, daar mag je 2 minuten aan de telefoon en ze draaien je plaatje. Dat is het dan. Mm-hmm. Nu kun je echt wel laten zien wie Sabine is. Precies. Toch? Ja. Nou, dat is ook wel leuk, denk ik. Dat is ook heel leuk. En je kan het delen op je YouTube en op je Facebook voor fans eventueel. Dat is toch leuk. Ja, en optredens natuurlijk. Ja, daar doe je het als artiest voor. Ja. Ja. Hoe ben je eigenlijk met Jelene Fischer in aanraking gekomen? Want jij bent een impersonator, zeg ik het nou goed? Zoiets, Je bent gewoon iemand die aanhoudt. Zo zeg je dat, geloof ik, hè? Ja, impersonator. Ja, maar dat is dan... Tribute-achtig. Tribute. Dat is ook weer een Engels woord. Maar een impersonator verkleedt zich ook helemaal precies zoals die artiest, geloof ik. Dat is meer een soort samis. Jij bent gewoon iemand die haar liedjes zingt. Ja, ik heb bewust gekozen voor de titel Helene Fischer by Sabine. Ja, oh ja, dat is leuk. Ik zag al heel veel tributes. Ik denk, ik doe het gewoon by Sabine, hè? Ja. Dus ik zie nu dat meer artiesten dat ook wel doen. Ja. Ik in mijn laatste band, tussen 2016 en 2019, met mijn laatste band trad ik veel op in Duitsland. Mm. En daar moet je gewoon de Duitse nummers gaan zingen, want daar heb je gewoon Duits publiek. Daar hoort Helene Fischer erbij als vader Abraham in een Nederlandse feestent. Nou, inderdaad. Ja. Het was wel net over de grens, en er zaten ook wel wat Nederlanders. Maar ik liedjes instuderen van Helene Fischer, Andrea Berg, Anne-Maria Zimmerman, Marianne Rosenberg. Dus eigenlijk ook liedjes waar ik nog nooit van gehoord had. Oh. Maar toen ik aan het oefenen was, dacht ik, dit vindt het wel heel... Ja, het ligt me wel en ik vind het wel heel leuk. En de Duitse taal ook makkelijk, ja. Nou ja, en op een gegeven moment gaat je dat steeds makkelijker af. En toen op een gegeven moment kwam iemand bij me, waarom ga je niet voor jezelf verder? Mm-hmm. Hè, want dat kan je ook in een half uur doen, in plaats van 4 uur lang een hele avond. Ja. En ik dacht, dan kan ik er misschien 2, 3 op een avond doen, dat vind ik leuk. En om heel eerlijk te zijn, een bandleven is best zwaar. Ja. Je bent er vaak al om 4 uur of 6 uur in de avond. Opbouwen, soundchecken. Mm-hmm. Nou, dan ga je pas om 1 of 2 ga je naar huis. En voordat je thuis bent. Dus ja. Maar het leert je ook wel weer veel. Ja. Het leert je entertainen. Precies. Dus die periode heb ik ook wel nodig gehad om, denk ik. Ja. Ik sprak net jouw vriend even. Die zit hiernaast te wachten. Zit naar je te kijken trouwens op een grote televisie. Ja. En die zei, ik zeg goed was ze met Sabine net met dat liedje. Ja, hè, dat doet ze hartstikke. Hij zegt maar eerlijk gezegd, als ze straks Helene Fischer gaat doen met Atemloos, vind ik haar nog beter. Dat zei hij. Ja. Ja? Ja, dat hij is heel trots op je.
Ja, maar dat komt... Maar vind je dat niet... Het is eigenlijk heel jammer dat ze dat zeggen. Dat betekent dus dat ze... dat als je iemand nadoet, is ze dat leuker vinden dan je eigen liedje. Nou ja, ik ga er ook niet mee stoppen. Hè. Ik blijf het gewoon doen. Ja, je doet het ernaast. Ja, en wie weet kan ik in mijn volgende single of singles... toch wat meer slagerinvloeden terug laten komen. Maar dan doe je niet Duits en Nederlands door elkaar. Dus dan heb je twee... Ja, dat doe ik nu ook. Ja, ja. Dat is ook leuk natuurlijk. Nee, ja, maar ik bedoel, in één liedje. Ja. Oh, zo. Ja. Mm-hmm. Het zou kunnen. Het idee heb je gewoon gratis van ons. Ja. Geef maar even door aan de hand. Je kan er wel wat mee. Ja, ja. Is er nou iets van dat kleine meisje van 8 die zei van ik wil beroemd worden? Is daar al iets van uitgekomen voor jou? Nu eigenlijk. Nu voelt dat een beetje als het begin van. Ja, maar ja, tuurlijk. Ik heb ook wel opgetreden toen met Alpha Show bent op de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Dan voel je ook wel heel groot, hè? Als je een deinende massa voor je hebt. Ja. Maar je blijft een coverband zangeres, hè? Je hebt niet je eigen liedjes. Je probeert alles na te bootsen, wil ik niet zeggen. Maar zo goed mogelijk uit te voeren. Maar het is niet van jou. Ja. Dus dat is gewoon jammer. Kijk je ook wel naar de andere kant van de medaille? Ik bedoel, want veel mensen, hè, de opmerking van ik wil beroemd worden... dat die snappen we allemaal wel. Mm-hmm. Maar wat je ook veel mensen hoort, die dan beroemd zijn geworden... die zeggen van ja, maar er zit ook een andere kant aan. Ik bedoel, wanneer jij straks bekender bent in Nederland... dan zeg maar Corrie Konings of Marianne Weber of wat dan ook... Allee, de kansen zit erin natuurlijk... Dan liggen ook de fotografen bij jou in de tuin. En dan kijken ze ook naar wat jij in het verleden hebt gedaan. Dan willen ze ook weten wie jouw vriend is en wat hij doet. En of die niet iets heeft uitgesproken in het verleden. En wat je allemaal gaat doen. En nou heb je in één keer blauwe oogschaduw op in plaats van groene oogschaduw. Oh, wat is er aan de hand met Sabine? Is dat ook een kant die jij ambieert? Want dat gaat bijna een soort van onlosmakelijk mee verbonden worden. Ja, maar ik ben nuchter, hè? Ik ben Oosterse. Dus ik ben wel zo, ik sta met beide benen op de grond en... Ik vind het leuk dat dit nummer goed ontvangen wordt. Maar ik blijf gewoon nuchter. Ik ga geen verwachtingen voor mezelf scheppen. Dat ik denk van hier wil ik over 5 jaar zijn. Ik zie het allemaal wel. Ik leef echt met de dag. Heb je voor jezelf ook al een soort van iets afgebakend? Dat je zegt van mocht dat in de buurt gaan komen, daar stopt het voor mij. Dat is het. Nee, ik leef wel echt met de dag. Ik heb wel zoiets van ik ga gewoon kijken wat er allemaal op mijn pad komt. En ik geloof ook wel dat je een beetje gestuurd wordt. Dat je de juiste mensen op je pad treft. Op het juiste moment. En dan hoop ik dat het goed gaat komen. Maar echt doorbreken. Zeggen de mensen, wil je doorbreken? Ja, ik hoop gewoon dat de mensen blijven genieten van mijn nummers. En van mijn muziek. En dat ik kan blijven optreden. En als het dan groter mag worden, ja, graag natuurlijk. Mm. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het tijd is om te gaan luisteren naar hoe jij bent als Helene Fischer. Neem nog een slokje water. Ja. Mijn zomerliefde hebben we net live gehoord en gezien. En dat gesprek kun je trouwens ook nog even terug bekijken en beluisteren. Ook op onze website omroepflevoland.nl/gemist. En je vindt het ook in de app. En die app die kun je natuurlijk gewoon gratis downloaden. Wij hebben hem ook, Arnoud en ik. En we zijn er inmiddels verslaafd aan die app. We kijken ik heb elke zelfs op dag vakantie gewoon elke dag eventjes gecheckt. Ja. Ik had geen ontvangst, maar goed, ik heb hem wel gecheckt. Je wel gecheckt, ja, precies. Atemloos, door die nacht... Oh, je telefoon blijft weer aan. Telefoon weer een optreden natuurlijk ook. Wil je hem even uitzetten anders? Ik weet niet. Doe maar wie even. Is het? Zullen we hem anders even opnemen? Ik ook even mee. We nemen hem even op. Nou, dan zal ik hem even opnemen. Met de telefoon van Sabine, zeg ik dan. Kom maar eventjes. Ja. Wie is het? Al voicemail is het. Wat een verschrikkelijk geluid allemaal. Wat een afschuwelijk geluid heb je, zeg. Ja. Maar het is je voicemail. Je krijgt nooit telefoon. Waarom heb je dan een telefoon eigenlijk? Ja. Nee, dat snap ik. Goed, nou, dan mag je weer gaan staan, ja? Ik kan hem zo mooi volgen praten. Dan krijg je dat weer met die telefoon. Jammer is dat. Oh, dit weer. Ja, wij hebben de app ook en we zijn er verslaafd. Je checkt hem altijd, hè? Ik check hem altijd. Ja, precies. Je had geen bereik, maar toch. Goed, ja? Helene Fischer, bij Sabine. Hier is Atemloos door die nacht. Ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, ich schließe meine Augen, löse jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, oh, was es zwischen uns auch ist. Bilder, die man nie vergisst. Dein Blick hat mir gezeigt, dass es unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach.
vergaans. Deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teil ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und geh mit mir. Komm, wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Oh, oh, oh. Bist du richtig süchtig, hau dann Haut ganz bereist. Fall in meine Arme und der Fallschirm geht auf. Oh, 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 alles was ich will, ist da große Freiheit pur. Ganz schnell, nein, wir wollen hier nichts weg, alles ist perfekt. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teil ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Das passiert auf meiner Haut. Atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teil ich mit dir, oh yeah. Ja, goed hoor. Fantastisch. Ja, echt leuk, hè? Ja, echt. Het is gewoon alsof Helene Fischer even bij ons in de studio staat. Nou, ja. En je lijkt er ook een beetje op. Ja, dan komt natuurlijk je rond haar en... Ik heb het inderdaad, mijn haar is weer wat korter. Daar lijkt ik iets meer op haar. Ja, je lijkt wel een beetje op haar. Mijn kapper zegt vaak, we willen weer een Helene Fischer kapsel. Ja, ja, ja. Terwijl ik het lang wil laten groeien eigenlijk weer. Maar, ja. Ja, nou goed. Nou, leuk. Ik vond het heel leuk dat je hier was. Maar het lukt niet. Nee, jij niet, nee. Ik vond het heel leuk dat je hier was. Ik vond het ook supergezellig met jullie. Nou, gelukkig. Leuk. Dat vind ik fijn om te horen. En ja. Nou, ik gun het je. Ik hoop gewoon dat het een grote hit wordt. Mijn zomerliefde. Ja, het heeft in ieder geval alles in zich, denk ik, om mee te zingen. Het is een leuk liedje. Mensen gaan hem veelvuldig horen op Omroep Flevoland. Fijn. Goed. Heel erg bedankt. Dank je wel. Voor jullie tijd. En nou, misschien tot in de toekomst.